Goedenavond, welkom bij Ter Zake. De maatregelen rond langdurig zieken zorgen voor een ongemeen felle discussie tussen rode partijen. Melissa de Prater van Vooruit en Raoul Hedebouw van PvdA-PTB gaan in debat. In de Vestervallei kijken ze met een mengeling van angst, gelatenheid en verontwaardiging de winter tegemoet. À Verviers, je pense qu'on va faire brûler ce qui nous reste de meubles en bois pour se réchauffer. Donc voilà, gros point d'interrogation. Est-ce qu'on aura froid ou est-ce qu'on saura se chauffer et qui va nous aider à nous chauffer? Waals minister van Infrastructuur en Klimaat, Philippe Henry, is onze gast. Het is donderdag 14 oktober. Dit is Ter Zake. De bespreking van de beleidsverklaring duurt nu al meer dan een etmaal. Daarbij viel op dat de socialistische partijen, PS en Vooruit, wel erg scherp reageerden op de kritiek van de communistische PvdA-PTB. Die partij sprak met name schande van de voorziene sanctie voor langdurig zieken die niet zouden willen meewerken aan hun reïntegratie op de arbeidsmarkt. Pieter-Jan de Smet, leg dat eens wat meer uit. Wel, het gaat hart tegen hart op links, Annelies. De PvdA-PTB richt zich frontaal tegen de PS en Vooruit. En dat is al langer zo, maar zeker nu met de nieuwe begroting. Er is één maatregel die Raoul Hedebouw van de PTB helemaal doet stijgen. De sanctionering van langdurig zieken. Waar gaat het over? Wel, de regering, de Kroon met daarin, de PS en Vooruit, willen langdurig zieken gaan activeren. Geen mensen die een zware behandeling ondergaan, zoals kankerpatiënten. Wel langdurig zieken waarvan het ziekenfonds denkt dat ze op een of andere manier toch weer aan de slag kunnen. Wel, die mensen die krijgen een vragenlijst met daarop een aantal concrete vragen, zoals wat ziet u zichzelf nog doen? En er kan ook gevraagd worden om mee te werken met een terugkeercoach. Als de langdurig zieke niet meewerkt, dan kan er een sanctie volgen. De zieke persoon verliest dan 2,5% van zijn of haar uitkering. Nu, Raoul Hedebouw van de PTB die vindt dat echt ongelooflijk. En hij haalt in het parlement zwaar uit naar de PS. Maar de PS die slaat hard terug. We kijken naar een fragment van de Kamer van gisteren. En ik trouve que c'est effectivement une ligne rouge qui est dépassée. Vous avez déjà fait une fois l'erreur avec la chasse aux chômeurs. Vous faites une deuxième erreur en chassant les malades à longue durée. Voilà ce que je dis. Le PTB est mal placé. Le PTB est mal placé pour faire la morale. Et nous, ici, au Parlement, et on s'honore de cela, avec courage, vis-à-vis d'une des plus grandes puissances mondiales, on est venu pour dénoncer des camps de travail, du travail forcé, de la stérilisation des femmes, des enfants qui sont enfermés, des travailleurs, monsieur Edebo, oui, des travailleurs. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous vous couchez, vous avez peur. Et c'est ça, la défense des travailleurs, quand on défend les travailleurs, monsieur Edebo. C'est ici en Belgique, comme dans le monde, je croyais que vous étiez un grand internationaliste. Vous êtes un couard, monsieur Edebo. C'est quoi le problème? Qui sont musulmans, c'est ça votre problème? Une minorité en Chine. Ja, de PS op volle dreef. En bij de hele aanval op de PTB gingen ook de handen van Theo Frank in de lucht. Bijna alle partijen zaten eigenlijk mee te applaudisseren. Zelfs op een gegeven moment zat het Vlaams Belang ook mee te applaudisseren voor het betoog van de PS tegen de PTB. Nu, wat speelt daar eigenlijk op de achtergrond? Wel pijnlijke peilingen. Dit is die van VTM en HLN een paar weken geleden. We zien eigenlijk dat de PS in vergelijking met de verkiezingen er eigenlijk toch wel fors op achteruit gaat. Terwijl de PTB van Raoul Hedebouw flink de wind in de zeil heeft. Als we dan aan de Vlaamse kant kijken, dan zien we dat Vooruit er op vooruit gaat. Maar ook de PvdA die gaat er eigenlijk op vooruit en die blijft groeien. En dat zien ze toch ook wel gebeuren. Het was al diep in de nacht, vannacht in het parlement, toen ook Melissa de Prater van Vooruit tegen de PvdA volop in de aanval ging. Het zal voor de PvdA nooit genoeg zijn en ik begreep dat dat hun standpunt is. Want wat moeten die anders zeggen met socialisten in de regering die alle punten verwezenlijken en die ervoor zorgen dat de mensen er sociaal wel op vooruit gaan? Alsjeblieft. Ja, tot slot nog één ding meegeven. De socialisten die ergeren zich aan de Facebook-campagnes van de PTB-PVDA. En als we kijken naar wat elke partij uitgeeft aan advertenties op Facebook, dan zien we dat Vlaams Belang en de N-VA op kop,
staan, maar daaronder de PvdA-PTB. En zij geven toch een bedrag van 1.743.000 euro aan Facebook. Sinds april 2019 hebben zij dat bedrag aan Facebook gegeven. Ter vergelijking, en dan moeten we toch een stuk lager gaan, de PS die geven veel minder, maar 81.000 euro aan Facebook. En Bonayet van de PS die heeft er echt wel flink genoeg van. Hij wil ingrijpen en hij wil een maximumbedrag voor wat partijen nog aan Facebook mogen geven. Waarom is PvdA zo populair in de peilingen? Voor een stuk door het feit dat het aan Franstalig gaat onmogelijk is om Facebook te openen zonder op een video van meneer Edebouw te vallen. En welk plafond denkt u dan? Dat kan een open discussie zijn, maar het principe dat het beperkt moet zijn, dat het gereglementeerd moet zijn, is voor mij zeer belangrijk. Ja, maar de PTB-PvdA is tegen zo'n plafond op uitgaven voor sociale media. En op Facebook haalde de partij vandaag opnieuw fors uit naar de sanctionering van langdurig zieken. Het blijft doorgaan. Echt benieuwd naar het debat nu. Ja, en ze zitten hier, de debattanten. Melissa de Pratere, federaal fractieleider vooruit. En Raoul Hedebouw, fractieleider van PvdA PTB in het federaal parlement. Meneer Hedebouw, als we aansluiten bij dat verzet tegen die 2,5% als sanctie voor langdurig zieken die niet zouden willen meewerken. De N-VA, ook oppositie, die doet dat af als een symbolische sanctie. U ziet dat anders? Ja, ik zie dat echt anders. Ik zou zeggen, als linkse oppositie vind ik dat effectief het beleid te rechts is. Ik versta echt niet waarom dat we nu van die langdurige zieken zo gaan culpabiliseren, met sancties op te brengen. Ik wil toch zeggen dat Zweeds dat nooit gedurfd had. Zeg, Charles Michel en de N-VA toen ze in de regering waren, die hadden dat niet gedurfd. Omdat dat zo'n symbooldossier was. Omdat dat zo met de vinger aanduidde victim blaming was. Ook als het maar een symbolische... Maar het is niet maar een symbolische... Want mijn probleem is vooral dat de oorzaken van waarom dat we in België op 10 jaar tijd zijn we van 250.000 langdurige zieken naar 500.000 langdurige zieken. Okay? 250.000 langdurige zieken meer. Waarom? Waarom? Ik zal het zeggen. Flexibiliteit, productiviteit, het afschaffen van het brugpensioen. Dat komen we terug bij meneer Van den Broeke. En het is geen toeval dat je de laatste 10 jaar hebt je min of meer 50.000 mensen minder die op brugpensioen mochten vertrekken en 70.000 mensen boven de 55 jaar die langdurig ziek worden. Okay. En ik denk dat we echt wel de oorzaken daar moeten nemen en geen sancties opleggen. Okay. Dat is geen culpabiliseren, possible. Hoor ik hier. Dat is niet de manier om dit probleem aan te pakken. Ja, maar u zegt het zelf. Het gaat over een steeds groter wordende groep. En dat is inderdaad het probleem. Het gaat over een heel grote groep. Maar uit onderzoek bleek ook dat 10% daarvan wel zelf aan de slag wil en kan. En het gaat over die mensen. In plaats dat we die een etiket opkleven en zeggen van u bent arbeidsongeschikt en trek nu maar uw plan, zorgen wij er met dit plan voor dat zij net wel terug een plaats vinden op de arbeidsmarkt. En het probleem is dat zij heel vaak botsen op een aantal hindernissen. Ze willen terug aan de slag, maar dat lukt niet bij een vorige werkgever of met een voltijdse job. Ja, dat is net de bedoeling dat wij iemand sturen die hen begeleidt, die een persoonlijke begeleiding voorziet, zodanig dat die mensen terug aan de slag kunnen en terug vooruit kunnen. Wat er omheen zit, maar blijft het punt van die sanctionering is ook voorzien en concreet gemaakt. Maar het is een totaalaanpak. En dat is wel belangrijk om te benadrukken. Iedere actor in dit plan heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat klopt. Dat is de enige manier ook waardoor je zo'n plan laat slagen. Dat gaat zowel over de werkgever, die meer mensen moet aan de slag krijgen, die ervoor moet zorgen dat die mensen niet uitvallen. Dat gaat over de mutualiteiten die de mensen begeleiden, de artsen. Die kijken naar wat wel kan, in plaats van zich blind te staren op wat niet kan. Maar ook de werknemer, ja, dat klopt. De werknemer die moet een brief invullen. Een brief invullen en dat is eigenlijk hetgeen dat wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat die mensen geholpen worden. Hmm. Want daar gaat het om. Maar dat is altijd, dat is het probleem met die rechtse politiek die toegepast wordt door... Maar ja, echt waar, dat is echt een probleem. Wat gebeurt er nu echt? Op het terrein wat is het probleem, is dat mensen geen aangepaste jobs krijgen van de werkgevers. Okay, dat is een groot probleem. En dus wat doen jullie? Op vak van de werkgevers, de Standaard publiceert het vandaag, geen probleem. Sanctie voor bedrijven lijkt maat voor niets te worden. De Standaard nu uw lijfblad? Een lijfblad van de PvdA, ja, zeker en vast. Als er iets juist in zit, moet dat zeker gezegd worden. En wat wil dat zeggen? Is dat de sancties voor de werkgevers bijna een heel zijn. Waarom? Omdat ze alleen maar sancties krijgen wanneer er een driedubbel aantal langdurige zieken is tegenover het gemiddelde van de sector en
Een vijfdubbel van het globale gemiddelde van langdurige zieken. Dat wil zeggen, zoals de standaard zegt, en de PvdA ook, dat er eigenlijk geen sanctie gaat zijn tegen de werkgevers. Maar voor de werknemers natuurlijk, daar gaan we wel dat behouden. En dat wil ik toch even terugkomen. Het is niet gewoon een briefje in invullen. Op die 500.000 langdurige zieken zijn er 160.000 die in burn-out zijn en in psychologische aandoeningen. En wat zeggen de psychiaters als je dan aan een telefoon... Hè? Je hebt al controlearts gehad, hè? Want er zijn al veel controle op langdurige zieken. Je krijgt heel veel getuigenissen. En dan krijg je nog iemand aan de lijn die zegt van, vult dat in. En wat moet je zeggen? Jij moet zeggen wat je nog kunt doen. En dat is Absoluut niet. Dat is gewoon onwaar, want dat is niet de insteek van die brief. Wat staat in die brief? Daarin staat, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? Hoe ziet u uzelf terug aan de slag aan? Denkt u dat uw werkgever daar mogelijkheden toe heeft? Wat denkt u dat uw collega's daarover zeggen? Dat is een brief om mensen te vragen hoe zij het zien. Dat is zo'n brief om hen net te stimuleren om, als zij dat zelf willen, want daar gaat het om. Maar ik ga even terug op uw voorbeeld. Ik ga even terug op uw voorbeeld van iemand met een burn-out. Ik denk dat wij allemaal mensen kennen met een burn-out. Dat is misschien het typische voorbeeld. Want iemand met een burn-out die zal in de eerste weken en misschien maanden, misschien langer, niet in staat zijn om te werken. Die hoeft die brief niet in te vullen. Die zal door de arts gevrijwaard worden. Dat is een duidelijke reden om dat niet te kunnen doen. Die persoon kan niet en wil niet aan het werk op die moment. Of kan in elk geval niet op dat moment. Maar wat dat wel belangrijk is, daar komt ook een fase na waar heel veel mensen wel graag terug zouden deelnemen aan de arbeidsmarkt. Maar niet 5 dagen in een week of niet bij de vorige werkgever. En net dan gaan we op maat van die mensen gaan zien hoe we hen terug kunnen. Dus die druk is geen probleem. Maar ik wil graag ook even uw reactie op het andere punt dat meneer Heerdenbouw maakte. Namelijk de werkgevers. Sanctionering stelt eigenlijk bijna niks voor. Maar omdat het net een positief plan is waarbij dat iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft. Maar waarbij dat we ervan uitgaan, meneer Heerdenbouw, zowel bij de werknemers als de werkgevers, dat de meeste mensen effectief willen dat dit slaagt. Ook de werkgevers, want die zien ook dat heel veel mensen uitvallen, net zoals dus bij de werknemers. Dus het is eigenlijk ook een soort symbolische sanctie. Maar er is een sanctie voorzien. Als er een bepaalde grens niet wordt gehaald, dan is er een sanctie voorzien. Maar dat zal voor een kleine groep zijn, net als bij de werknemers. Enkel voor die groep die echt manifest weigert om die brief in te vullen. Korte reactie, want ik wil daarna nog iets anders aansnijden. Je wilt direct rond een inhoud, dus dat er geen sancties gaan zijn voor werkgevers. En voor wel, de werknemers, wat u zegt vandaag, bijvoorbeeld, iemand zet een burn-out en die persoon moet gaan zeggen, wat vinden uw collega's van hoe je terug aan het werk zou kunnen gaan. Maar daar gaat om, mensen voelen zich al zo schuldig. Dat is het probleem bij langdurige zieken. Ze voelen zich zo schuldig. En ik ben het beu in dit land. Hè. Echt waar. Voor de grote fortuinen, geen culpabilisering. Hè. Voor de Pandora Papers, geen maatregelen. Maar voor de kleine mannen, voor de mensen die al moe gewerkt zijn, want ik wil het onderlijnen, het is door het afschaffen van het brugpensioen, door de werkgelegenheden, dat de mensen in burn-out vallen. Okay. Dat is geen toeval. Korte reactie en dan naar een volgend onderwerp. U heeft dat argument vannacht 40 keer gebracht. En u heeft 40 keer gebotst op de realiteit. Want het gaat over mensen die zelf aan de slag willen. En die duwen wij niet in een hoekje, maar daar zorgen we ervoor dat zij effectief worden begeleid. Dat is iets wat dat ons mist. En dat komt, daardoor zorgen we er ook voor dat die groep die alleen maar stijgt, dat die kleiner wordt. Dat is de realiteit. Ik wil iets nieuw aan. Is hier sprake van het openen van een nieuw front door PTB, PvdA, niet alleen tegen PS, zoals we al vaker hebben aangestipt, maar ook tegen Vooruit. Dus om het simpeler te maken, we zijn gewoon de PvdA. Hè? Want ik zie de journalisten van PTB, PvdA. Zo, ja, zo dat is het ons ooit gezegd dat we het moesten zeggen. Want u bent een federale partij. Een journalist zeggen, ja, maar dus, dat is gewoon de vertaling, PTB. Ik ben gewoon een PvdA. Gewoon. Dus we hoeven gewoon, het niet meer dubbel te zeggen. De PvdA is in de clinch met de PS en de PvdA is in de clinch met Vooruit. En vooral met de N-VA en het Vlaams Belang. Dus we zijn gewoon één partij, de PvdA. Dus om terug te punten. Wat er nu natuurlijk gebeurt, is natuurlijk dat er een socialistische minister met een groot plan komt. Dus in die zin is dat niet een strategie van ons om in de clinch te zitten met Vooruit. Trouwens, je hebt gezien tijdens de nacht dat een N-VA ook veel heeft te maken gehad met de PvdA. Dus, maar het is wel Frank van den Broeke die afkomt met zijn politiek. En ik vind het voor links in Vlaanderen en in België belangrijk. Want Frank van den Broeke heeft juist die ideologie van die derde weg. Hè. Van de flink zijn. Hè. De socialisten gingen... Liberale ideeën gemengd met socialistische ideeën. En dus brugpensioenen afschaffen. En u zegt, daar zijn we tegen. En daar gaat links mee verliezen. Echt waar. Als wij willen winnen tegen rechts, moeten wij terug fier zijn van ons waarde. Fier van ons waarde, dat is solidariteit met de zwakkeren. Solidariteit met de lonen van de arbeiders en bedienden. Die moeten opstijgen. Strijd voeren met hun. Als ik hoor vandaag dat de mutualiteiten, de socialisten en de christelijke minoriteit tegen de maatregelen van Frank van den Broeke zijn, het middenveld, de vakbonden, ABVV en ACV, dan denk ik van links moet het middenveld het hand toereiken en niet
maatregelen brengen zoals Frans van den Broeke. Dus het is geen strategie. Ervaart u het als een strategie van uw linkse of uw concurrent op links? Of zegt u van dit... Het zal wel een strategie zijn, maar ik voel mij niet aangesproken door de kritiek, want we zorgen ervoor dat er een oplossing komt voor die mensen. En u maakt er een zeer negatief verhaal van, dat is u goed recht, maar het gaat over een groep mensen die aan de slag wil en dan kan je ze ofwel in de hoek zetten, maar wij zorgen er wel voor dat... En wat met de ruimere kritiek van op de andere punten dat het ook terechts is in de ogen van PvdA? Ik zie vooral een plan waarbij dat er geïnvesteerd wordt in zorg, in klimaat, in welvaart van mensen. De minimumlonen gaan omhoog, de minimumpensioenen gaan omhoog. Ik veronderstel dat u daar allemaal voor bent. We zorgen ervoor dat de rijksten meer bijdragen. De effectentax is doorgevoerd. Een jaar geleden zei u een lege doos. Intussen brengt die miljoenen op, honderden miljoenen op. En ik denk, als we dat allemaal samenleggen, dat het een plan is waar dat ik 100% achter staat. En net daarom dat ik mij totaal niet aangesproken word. Nog heel even. U maakt zich geen zorgen, want PTB, als ik nu PTB mag zeggen, versus PS, doet PTB, de PS, wel concurrentie aan. U vreest dat niet in het Vlaamse landsdeel? Dat wat vooral voor ons belangrijk is, dat is wegsnoept dat van u? Voor ons is het belangrijk dat wij aan tafel zorgen voor daden. En dat is net hetgeen dat wij doen met deze begroting. We zorgen ervoor dat de mensen erop vooruit gaan, dat iedereen erop vooruit gaat. Of dat dan nu gaat over de energiefactuur, over de lonen, over de pensioenen. En daar maken we volgens ons wel het verschil. Maar dat is volgens mij wel een probleem voor de energiefactuur. Voor de verkiezingen had SPA vooruit gezegd van wij hebben een breekpunt. Wij gaan niet in de regering als een BTW niet van 21% tot 6% verlaagd gaat worden. En dus het linksvolk in Vlaanderen zegt van oké, dat is een breekpunt voor een linkse partij. Wat doen jullie als geen Vivaldi binnenkomt? Geen BTW-verlaging. Wel, dat denk ik zo'n symbolen. Zo'n strijdpunten zijn belangrijk punten voor links. Maar we kunnen ook Moet dit een korte antwoord daarop? We hebben net een aantal maatregelen doorgevoerd om die energiefactuur aan te pakken voor iedereen. Mocht dat voor ons BTW, ook met de BTW? Ja, absoluut. We zijn daarvoor, dat weet iedereen. Maar goed, als je in een meerderheid zit, kan je twee dingen doen. Ofwel aan de zijlijn staan roepen en zorgen dat er niks gebeurt. Ofwel zorgen dat er dan effectief toch iets gebeurt om die energiefactuur naar beneden te halen. Ik wil even aan u vragen. Met alle succes die PTB nu bijvoorbeeld in Wallonië heeft... PvdA in Wallonië. Bent u eigenlijk bereid om te regeren? Is dat wat u ooit hoopt te kunnen doen? Ja, of zegt u het is makkelijker en wij zijn effectiever aan de zijlijn? Nee, maar zeker en vast. Ik heb trouwens een goed voorbeeld in Zelzaten. Dus u bent regeerbereid? Ja, in Zelzaten zitten we in coalitie met Vooruit en dat marcheert heel goed. Daar hebben we ArcelorMittal een beetje meer belastingen doen betalen om de middenstand en naar wijze bedienden in de gemeente te helpen. Dus het toont wel aan dat we dingen kunnen doen. Dus ook op de andere niveaus? Pak nu bijvoorbeeld het Witte Woedefonds. Hè, want de zijlijn, wij zitten niet aan de zijlijn, we zijn aan de linkerlijn met de PvdA. Als we op het terrein komen, wij komen met ons Witte Woedefonds. Hè, weet dat nog? Wij komen met een amendement, 400 miljoen. Iedereen ons aan het uitlachen. Wow, populisten. Alle is enzovoort. Met de zwaartekracht van de beweging, met de Witte Woede-beweging enzovoort, zijn we dan met de mensen moeten we ons gaan halen. En samen hebben we gewerkt om daar nu 1 miljard van te maken. Dus ik vind, wij kunnen ook constructief zijn. Ja. Echt waar. Ik vind dat N-VA... Ik kan veel beter opschieten met Melissa de Prater in het parlement dan natuurlijk met N-VA en Vlaams Belang. En zelfs met Frank van den Broeke, wat u betreft? Het is een beetje natuurlijk ruis op de lijn voor het moment. Facebook-uitgaven, advertenties voor uitgaven, plafonneren voor of tegen? Voor mij gaat het zelfs niet zoveel over het budget dat er naartoe gaat, wat veel te hoog is, voor alle duidelijkheid. Dus een plafond mag voor u? Het gaat mij vooral eigenlijk over wat er verschijnt. En als er continu fake news wordt gesponsord, ja, dan vind ik dat wel een probleem. Maar geen ja of nee over dat plafond dat meneer Maniet... Het is te hoog. Het is absoluut te hoog. Het moet omlaag. En dat zal misschien met een plafond moeten dan. Zal het u pijn doen? Want daar bent u heel actief aanwezig. We zijn heel actief aanwezig. Dat is ook een heel fantastisch platform. Maar ook veel te discussiëren met de mensen en zo. Maar ik vind mijn groot probleem is dat de partijen te veel geld hebben. Ja. Wat ze ermee doen? Ondertussen geeft u wel heel veel geld aan een Amerikaanse multinational. Ja, maar dus in Vlaanderen hebben wij 2% zendtijd voor de oppositie in de media. Hè, want eigenlijk, uw tabellen zitten ook nationaal tabellen. Hè. Je moet dat eigenlijk gaat veel naar Vlaanderen toe, naar de Franstalige kant toe. Dan neemt u dat erbij, geld aan een Amerikaanse multinational? Ja, ik wil vooral het Facebook doen betalen voor belastingen. Ik vind dat in die zin moeten wij een Europese belasting hebben of een Belgische. En dus in die zin vind ik dat wij, de dag dat wij meer in de media geraken enzovoort, dat zullen we minder sponsoren, maar moeten vooral het Vlaams Belang aanpakken, want links moet offensief zijn tegen het Vlaams Belang. En wij moeten met onze ideeën, die volkse wijken, moeten wij terug, en op Facebook ook, de linkse in Amerika, Alexandra Ocasio-Cortez heeft dat ook gedaan, vol een bak investeren op Facebook om tegen rechts te winnen. Maar dat is een ander debat. Hier was het twee tinten rood, als het ware. Dank je wel voor de komst, allebei. Dank je wel.
Het belooft een harde winter te worden voor de bewoners van de Vestervallei in Wallonië die getroffen zijn door de overstromingen afgelopen zomer. De beelden in Pano gisteravond opeens spreken boekdelen. Veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de overheid en zitten nog altijd met veel vragen. Zometeen leggen we een aantal van die vragen voor aan de Waalse minister voor Infrastructuur en Klimaat, Philippe Henry. Eerst de situatie in de Vestervallei, 3 maanden na die catastrofale overstromingen. Stijn Falk. L'hiver à Verviers, je pense qu'on va se réunir par petit comité de quartier et faire brûler ce qui nous reste de meubles en bois pour se réchauffer. Donc voilà, gros point d'interrogation. Est-ce qu'on aura froid ou est-ce qu'on saura se chauffer et qui va nous aider à nous chauffer? Kunnen we de komende maanden warm en droog houden? Op dit moment de meest prangende vraag in de getroffen wijken en straten. Het antwoord zal de komende weken snel duidelijk worden. Bij andere vragen ligt dat moeilijker. Pourquoi à Verviers on a évacué personne? Qui savait qu'il allait arriver 3 mètres d'eau? Pourquoi est-ce que certains se sont doutés qu'il allait arriver 3 mètres d'eau et d'autres se sont dit qu'il n'arrivera rien? À quel moment, en ayant reçu le même rapport, avec les mêmes phrases, certains se sont dit catastrophe et d'autres se sont dit c'est les vacances? C'est le lâchement du barrage de Penne. Et c'est quand le barrage a lâché, quand ils ont lâché les vannes, que ça. Ça a tout dévasté. Et ça, pour moi, c'est une erreur. De rol van de dam in Eupen is nochtans onderzocht. De Waalse minister van Klimaat bestelde een rapport. En daaruit blijkt dat het laattijdig lozen van water op woensdag geen cruciale fout was met extra dramatische gevolgen. Maar waarom is er dan aan de privé uitgebate stuurmeren van Butgenbach en Robertville al op maandag preventief water geloosd? Vanuit het KMI klinkt het dat alle informatie beschikbaar was om sneller te reageren. Maar het is niet overal opgepikt. Ik denk dat men langs de kant van de hydrologie in Wallonië dat er daar sneller kon gereageerd worden. Maar men moet die mensen ook de nodige middelen geven. Die mensen zijn bekwaam. Wij werken daarmee, dat zijn bekwame mensen. Maar als men met een zeer kleine dienst zit en men heeft de middelen niet om dagen op voorhand te voorspellen, ja, dan ben je voor een stuk gehandicapt. Mais ça, on ne le dira jamais. On ne va pas nous le dire, ça. Mais vous n'avez pas l'air fâché. Vous voulez bien. Je suis un peu révolté parce qu'on nous cache la vérité. On va nous le cacher, la vérité. On ne le saura jamais. On ne le saura pas. De toute façon, ils seront intouchables et ils seront jamais punis, ceux qui ont fait la bêtise. Malgré qu'il y a eu beaucoup de morts. Hein. En eerder vanavond had ik hierover een gesprek met Philippe Henry, Waals minister voor Infrastructuur, Mobiliteit en Klimaat voor Ecolo. Philippe Henry, welkom. Laten we beginnen bij het begin van die reportage. Kan u garanderen dat de mensen in de getroffen gebieden het warm zullen hebben deze winter? Er zijn moeilijke situaties natuurlijk. Dus de overheid, de verschillende gemeenten, het Waals gewest heeft veel maatregelen genomen, zal nog maatregelen nemen. Dus soms zijn er voorlopige verwarmingapparaten die daar geplaatst zijn. Elektrische apparaten bijvoorbeeld. De heel tijd... duur, hè, op dit moment? Ja, daarom zullen we ook een financiële interventie hebben op de factuur. Nu een soort premie voor de mensen op energiegebied en ook een interventie of de regularisatiefactuur van energie. Want ze hebben meer consumptie door elektriciteit in plaats van gas, bijvoorbeeld. Ja. Of ook door het huis die moet assécher worden. Moet drogen. Voilà, gedroogd worden. Ja. Nu, het gevoel heerst wel, dat zagen we gisteren in de Panorama, dat mensen aan hun lot zijn overgelaten. Ze voelen, ze zien die hulp niet. Ook een verzekeringsfonds voor onverzekerden opgesteld door de overheid werkt zeer bureaucratisch, wil allerlei bonnetjes en dergelijke. Waar is de overheid, vragen mensen zich af. De overheid is op het terrein. De overheid heeft ook veel geld gevonden om de mensen te helpen om de
verzekeringen te betalen, want de verzekeringen hebben een maximum plafond geld om de interventies te doen. En dus we willen dat al de families het geld krijgen van al de schade. Ja, dat is in theorie zo, maar er moeten bonnetjes ingeleverd worden en zo blijkbaar. De vraag is eigenlijk ook, kan de Waalse overheid het alleen aan of zou u niet beter nog bijkomende hulp vragen, ook om op te ruimen als je ziet hoe het er nog bij ligt bijvoorbeeld? Moet daar niet meer volk voor ingezet worden? Ja, het is waar dat het zou beter ook interventies te hebben door Europa bijvoorbeeld. Het is een ramp die toch enkele landen ook heeft getroffen. Misschien ook door het federaal. Het federaal heeft gezegd dat een lening was mogelijk. Maar we willen natuurlijk oplossingen vinden voor de mensen. Maar het gaat ook over handen op het terrein, hè? Mensen die kunnen helpen. Ja, maar de mensen hebben dat gezegd sinds de eerste dagen. En ik begrijp het. Ik ben ook op het terrein geweest in de verschillende gemeenten. En zij hebben niet begrepen wat er gebeurd was. Zij dachten dat ze alleen waren, dat er waren fouten geweest in de infrastructuren enzovoort. En in feite is het een extreem fenomeen dat wij nooit gekend hebben. Nee, maar dan moeten we toch eens even hebben ook over die evacuatie. Daarvan is er op bepaalde plekken gezegd evacueren in Verviers, dan weer niet. Hoe kan dat? Is dat niet gecoördineerd dan? Het is gecoördineerd, maar er zijn veel vragen, dat is waar. Daarom is er nu... Dus dan zijn er toch fouten gemaakt, of niet? Dat weten we nog niet. Er is nu een onderzoekscommissie door het parlement. Hij heeft veel mensen gehoord. Zij zal nog andere mensen horen. Er is ook een onderzoek in de justitie. En ik heb ook als minister een studie gevraagd, een onderzoek gevraagd aan experten. Zwitserse bedrijven, voilà. En zij hebben nu hun werk gedaan. Enkele dagen geweest. En ze tonen dat het een extreem fenomeen was. Dat er problemen zijn in de coördinatie voor de hulpen, het crisisbeheer enzovoort. Ja, maar daar zijn ze best streng. Voilà, maar ook dat onze infrastructuren werden beheerd zonder bijzondere fout, zonder de regels niet te respecteren. Maar onze infrastructuren zijn niet voorbereid voor zulke regenen. Ja, u zegt onze infrastructuur, daar valt geen kwaad woord over te zeggen. Het is allemaal gebeurd volgens de regels. Dat is ook uw bevoegdheid natuurlijk. Nu, de kritiek is wel, het protocol is wel strikt gevolgd, maar dat protocol moet misschien anders. Het had misschien wel beter gekund. Men heeft zich misschien te strikt aan de regels gehouden die niet voorzien zijn. Ja, maar het is vooral een probleem van extreem regen. Onze dammen bijvoorbeeld... En vooruitkijken, hoorden we ook zeggen. Ja, meneer dat is waar. En er zijn discussies tussen KMI en mijn administratie om een betere werk te hebben, om nog meer de mogelijkheid te hebben alles te voorzien. Maar wat waar is, is dat de voorziening van ook van het KMI van de maandag zeiden niet dat het zoveel regen zouden komen. Ja. En de dammen waren niet vol. Ja. Maar de vraag is, gaat u daar werk van maken? Gaat u die dienst versterken met wat u nu weet? Ja, natuurlijk moeten we de diensten versterken, maar we moeten waarschijnlijk de infrastructuur versterken. Dat moeten we werkelijk bekijken, want het zijn rampen die nu mogelijk zijn, die ook in de verschillende jaren nog terug kunnen komen, in andere plaatsen kunnen komen. Ja. Dit is nooit gebeurd sinds waarschijnlijk enkele honderden jaar of misschien duizenden jaar. En dus moeten we alles anders bekijken. Mm-hmm. En op een vlak de infrastructuren bekijken en zeker versterken, maar ook om de mogelijkheid te zijn de crisis te beheren en te weten wat te doen, wat zulke een ding gebeurt. Ja. In dat verband wil ik u iets voorleggen voor we naar die wederopbouw gaan. Een citaat van François Jemmen, specialist klimaat, migratie aan de Universiteit Luik. Si on reconstruit à l'identique, malheureusement, on se condamne à vivre à nouveau les mêmes drames dans quelques années. Reconstruire à l'identique, ça serait une erreur. Il faut réaliser que
cet événement, ça ne sera pas un événement exceptionnel. C'est un événement qui risque de se reproduire, a fortiori, si on reconstruit à l'identique. Et donc, il faut pouvoir, quelque part, se poser et réfléchir ensemble, rationnellement, à la manière dont nous allons habiter le territoire demain face au changement climatique. Est-ce que le gouvernement wallon est au courant? Est-ce qu'ils prennent des mesures déjà? Je l'espère. Je sais que le gouvernement wallon organise un grand colloque sur la résilience qui aura lieu au début du mois de décembre. C'est le rôle des pouvoirs publics d'accompagner les populations, de les informer sur les risques et de leur offrir des alternatives. C'est là que les pouvoirs publics doivent vraiment intervenir. Et ce n'est pas juste une question d'argent. Ils en ont, je crois, les moyens et la possibilité. Maintenant, la question, c'est une question de volonté et de courage politique. Ça, je ne peux pas me prononcer sur cette question. Ja, minister Henri, hebt u de politieke moed om tegen mensen te zeggen nee, we gaan uw huis niet opnieuw opbouwen op de plek waar het stond. U moet ergens anders gaan wonen? Dat is de wil van de regering, het is waar. Maar het is ook moeilijk niet alleen de moed te hebben, maar men moet dan andere terreinen vinden. Er zijn veel huizen die nog daar zijn, ze zullen toch daar blijven. Dus op zekere plekken is het natuurlijk noodzakelijk niet meer op dezelfde plaats terug te bouwen. Maar het is niet mogelijk overal. Er zijn veel plekken in Wallonië waar dit soort ramp zou kunnen gebeuren als het in een andere manier gebeurde dan deze keer. En dus is het onmogelijk alle huizen te verplaatsen. Mm-hmm. We moeten de herbouwing verschillend doen, dat is absoluut zeker. Soms de huizen verplaatsen. Dat gaat u doen, daar is geld voor, daar worden plannen voor gemaakt. Waar het zeker is dat er een hoger risico van overstroming is. Maar we moeten ook anders herbouwen. Misschien in hogere verdiepingen wonen. Op palen bijvoorbeeld. Voilà, of op palen. Ja. Of misschien geen vensters hebben op een zekere muur die bij de rivieris of andere oplossingen. Maar mensen zijn nu al bezig, hè, zo goed en zo kwaad als het kan, met de moed en wanhoop om te verbouwen. Bent u niet sowieso al te laat als u daar nu nog maar over begint na te denken? Ja, maar het is onmogelijk dat in één dag te doen. En dat is één van de moeilijkheden. De mensen willen dadelijk oplossingen hebben. Ze willen hun... Terecht, hè? Ze willen een dak boven hun hoofd. Dus men moet een weg vinden tussen een dringend actie te hebben en alles terug te vinden. Winkels hebben, huizen natuurlijk, een verwarmingapparaat terug te hebben in zijn huis enzovoort. En ook veranderingen in de manier waar we wonen op het gebied. Tot slot, hè, als we het hebben over die dam, als we het hebben over hoe kom ik de winter door, het gevoel dat we daar capteerden, de collega's van Pano, was heel erg van we vertrouwen het eigenlijk allemaal niet meer. Wat ze ook over die dam zeggen, het feit of ik hier die winter een beetje veilig en warm doorkom. Er is een probleem, denk ik dan. Ja, de families en de mensen hebben veel moeilijkheden gehad. Ze hebben nog moeilijkheden nu. En dat is heel moeilijk dat te oplossen. Dus we proberen natuurlijk bij de regering, maar ook met de gemeente en verschillende diensten, alles terug te herstellen. Oplossingen te vinden die misschien voorlopig zijn en dan een definitieve oplossing voor de mensen in enkele maanden te hebben, bijvoorbeeld. Maar het is niet gemakkelijk, want veel families willen op dezelfde plaats blijven, dadelijk. En het is niet mogelijk. Er is een contradictie tussen anders doen en dadelijk doen. Ja. En dus proberen wij daar een weg te vinden. Dank u wel voor de komst, Philippe. Dank u voor u. Dit was Ter Zake. Heel fijn dat u keek. Het is tijd nu voor de afspraak. Morgen zijn wij er weer. Graag tot dan.